het eerste digitale café Parler dat wij in Oudenburg meemaken. We hebben sowieso gekozen als bestuur om de mensen op een goede manier in te lichten over wat er reilt en zeilt in onze stad, maar ook inderdaad om op een positieve manier te participeren. Daarom hebben wij in begin 2019 een aantal verschillende wijkvergaderingen gehad die meer specifiek waren over openbare werken, maar ook naar aanleiding van onze fietsstraat, maar ook de uitbreiding van de ambachtelijke zone. We hebben specifieke wijkvergaderingen of vergaderingen ad hoc gerealiseerd. Vorig jaar konden wij jammer genoeg in 2020 geen Café Parlees organiseren. De gekende reden is uiteraard COVID-19, maar we willen dit jaar sowieso daar toch opnieuw mee starten. En daarom starten wij vanavond in een eerste rij van 4 met een eerste Café Parlé voor Roxem op een digitale wijze. Ik zal onmiddellijk het woord geven aan onze schepen voor participatie, mevrouw Tahira Malik. Maar ik wil toch eventjes aanhalen. We gaan vandaag 100 minuten... voor Roxem. Wij staan uiteraard altijd 100% ter beschikking voor onze deelgemeente Roxem. En wij hebben ook uiteraard de ambitie om er 100% voor te gaan in de komende 4 jaar. Ik geef heel graag het woord aan Schepen voor Participatie, Tahira Marik. Goedenavond en welkom op deze Café Parlé. Jammer genoeg, zoals de burgemeester net zei, is het digitaal, omdat corona voor de zoveelste maal toch nog eens roet in het eten gooit. Maar dit alternatief vonden wij toch ook dik oké. Onze stad is volop in verandering en als bestuur vinden we het dan ook enorm belangrijk om alle inwoners te informeren en inspraak te geven. We zullen vanavond aan de hand van een PowerPoint kort het beleid toelichten en de plannen voor Roxem voorstellen. Op het einde voorzien we een moment waarop jullie vragen en of suggesties kunnen formuleren. Dit om eigenlijk alles vlot te laten verlopen, dus liefst geen interacties of vragen tijdens de presentatie. Als ook om chaos te vermijden, vragen we aan degenen die het woord willen om gebruik te maken van het handje. Dank je wel. Dankjewel, mevrouw De Schepen. Het verloop van de avond ziet er als volgt uit. Wij gaan inderdaad eerst over tot de aanduiding van de wijkvoorzitter of de ambassadeur voor Roxem. Er is één kandidaat op vandaag, dat is Roger Dupont. Daarna gaan wij uiteraard een toelichting geven over het algemene beleid van het stadsbestuur voor Hans Oudenburg. We gaan dat proberen in een tiental minuutjes te doen. En dan uiteraard het belangrijkste deel van deze avond. Jouw Roxem groeit en bloeit, de plannen voor de komende jaren voor Roxem. En uiteraard neem deel aan jouw dorp. Gaan we ook de participatiemogelijkheden toelichten. En dan gaan we afsluiten met een bijzonder belangrijk moment voor het college van burgemeester en schepen. Dat is uw mening, want daar draait het uiteraard vanavond om. Wij kijken alvast uit naar uw suggesties, naar uw ideeën. En we gaan proberen zoveel mogelijk van die ideeën ook te implementeren in het beleid. Eerst en vooral wil ik inderdaad onze wijkvoorzitter voorstellen. Het is Roger Dupont, 68 jaar. Woont al, denk ik, bijna hans leven in Roxem. Heel lang, toch zolang dat ik zelf Roger toch ken, is uiteraard heel dicht begaan bij het vroegere dorpshuis, het centrum in Roxem. En het is ook iemand die zich echt wel wil engageren voor ons dorp, voor Roxem zelf. Ik kan vanavond uiteraard wel meevolgen, maar via de computer is er het probleem in het kader van zijn microfoon. Dus we gaan hem vanavond niet horen, maar we gaan hem in de toekomst ongetwijfeld regelmatig wel horen. Wij kijken uit naar een heel positieve samenwerking. Ik wil ook eventjes van de gelegenheid gebruik maken om de leden van het college eventjes kort voor te stellen aan u. Wie ook in Roxem woont is onze schepen Romina van Horen. Schepen Romina van Horen is eigenlijk bevoegd voor alle welzijnszaken in onze stad. En daarnaast is zij ook voorzitter van het bijzonder comité.
Daarnaast heb je uiteraard Tahira Malik. Daarstraks hebt u al Tahira gehoord. Tahira heeft een heel belangrijke functie, zijn de schepen voor financiën, maar neemt ook sport voor haar rekening. Schepen Dumont neemt milieu, maar ook de mobiliteit en alle nutsvoorziening voor zijn rekening. En tot slot schepen Stijn Jonkeren is verantwoordelijk voor de ruimteordening, de lokale economie, maar ook voor cultuur in onze stad. Ik ben zelf de burgemeester, maar dat wist u ongetwijfeld al. We gaan eventjes samen met u het algemene beleid voor onze stad mee overlopen. En in het kader van het meerjarenplan 2020-2025, daar hebben we eigenlijk 16 concrete beleidsdoelstellingen. En dat is vervat in 55 actieplannen en heel concreet 158 acties. In de komende jaren investeren wij met het bestuur ruim 14 miljoen in Oudenburg, maar voornamelijk ook in haar deelgemeenten en in alle inwoners. Het was ook een van onze doelstellingen om de schuldafbouw in onze stad ook wel echt wel aan te pakken. Wij kampen in Oudenburg met een historische schuld die gegroeid is tot maar liefst 23 miljoen euro in oktober 2018. Dat is om en bij de 2500 euro per inwoner in onze stad. En op vandaag hebben we ondertussen die schuld kunnen laten dalen onder de 20 miljoen euro. Het is onze ambitie absoluut om ervoor te zorgen dat wij tegen eind 2024 die schuld onder de 2000 euro per inwoner zullen kunnen laten dalen. We gaan dat proberen aan de hand van een aantal creatieve oplossingen en ik ga straks een aantal creatieve oplossingen toelichten. We zien eerst de 16 concrete beleidsdoelstellingen voor onze stad. We willen uiteraard Oudenburg economisch laten groeien, waarbij dat we onze handelaars absoluut willen mee laten participeren en hen ook de kans geven om inderdaad zelf ook verder door te groeien. De ruimtelijke vernieuwing hebben we ondertussen ook ingezet en dat gaan we doen door een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen voor onze stad klaar te maken. Daar ga ik straks ook een woordje toelichting over geven. Maar ook vlot laten bewegen, inderdaad goed onderhouden fiets- en wandelpaden, maar ook op de juiste plaats de aangepaste snelheid is in deze zin sowieso heel belangrijk. Financieel gezond maken, ik heb al straks duidelijk toegelicht dat wij onze plannen om de schuldgraad in Oudenburg drastisch te doen dalen. Na die historische schuld van 23 miljoen euro moesten we daar absoluut werk van maken om inderdaad een gezonde financiële basis te hebben om in de toekomst te kunnen investeren in uw deelgemeente, maar voornamelijk in onze inwoners zelf. Ook een actieve en transparante communicatie. We hebben ondertussen ook de huisstijl van onze stad vernieuwd. Wij proberen heel veel te gaan communiceren via sociale media, Facebook, Instagram. Maar ook uiteraard, ons stadsmagazine heeft een volledige nieuwe look en feel gekregen. En regelmatig maken wij ook een aantal bewonersbrieven in de wijken waar het ook werkzaamheden zijn in onze stad. Ook een veilige stad, dat is absoluut onze dada van Schepen Dumont, die er absoluut wil voor zorgen dat we ook een veilige stad zijn te koers, maar ook de fietsveiligheid willen aanpakken in onze stad. En we hebben ook in 2019, in het voorjaar, ook al de eerste fietsstraat geïmplementeerd in Oudenburg. Ondertussen zijn er al heel wat gevolgd. We zitten al aan een zestal. We hebben inderdaad 3 fietsstraten en eigenlijk 1 heuse fietszone, waarin ook 4 straten omvat zijn. Een duurzame stad, ook daar willen we werk van maken, voornamelijk door ervoor te zorgen dat eigenlijk alle stedelijke gebouwen ook zonnepanelen krijgen. Want dat is wel heel raar om vast te stellen, 2 jaar geleden, dat inderdaad nog geen enkel van onze gebouwen maar ook maar 1 zonnepaneel had. Daarnaast willen we inderdaad ook wel voor zorgen dat we een goede voorlichting en toelichting geven, hoe dat je eigenlijk dat mee kunnen gaan verduurzamen. De ontharding is daar een belangrijk aspect in toe. Maar ook willen we er ook voor zorgen dat we onze inwoners, op het moment dat zij bouwen of verbouwen, daar ook de nodige toelichting kunnen voor krijgen. Een stad voor jong en oud. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we echt wel een Oudenburg voor iedereen zijn.
dat we iedereen mee hebben, zowel de hele kleintjes tot de mensen die ook verblijven in ons woon- en zorgcentrum. Maar Hans de Rijntje daartussen, iedereen is even belangrijk voor ons en dat willen we eigenlijk ook wel werk van maken. Om er echt wel voor te zorgen dat we een stad zijn die er is voor iedereen. Dat we een open stad zijn, een stad met de nodige dynamiek. Een bruisend en proper Oudenburg. Sowieso was er heel wat werk aan de winkel om inderdaad onze stad te gaan vernetten. We hebben ook onze diensten daarvoor herschikt, waarbij op die manier in teams kan worden gewerkt en dat er verschillende groenteams actief zijn in onze stad. Taak is één per deelgemeente en ook onze stad zelf in Oudenburg wordt opgedeeld in drie delen daarvoor. Maar ook een bruisende stad. We zijn daar heel goed kunnen mee starten in 2019. 2020 konden we jammer genoeg geen vervolg daarop krijgen. Maar we hebben heel veel ambitie om in de komende jaren, in 2022, 2023, 2024, om daar heel wat evenementen te gaan organiseren in onze stad. Schepen du Mont is ook verantwoordelijk voor een diervriendelijke stad. We hebben voor het eerst inderdaad ook een schepen voor dierenwelzijn in onze stad. Ondertussen hebben we ook een aantal hondenlosloopweides kunnen creëren. Heel recent nog werd de hondenlosloopstrook aan het recyclagepark in Oudenburg ingevuld. Dus, en dat was eigenlijk ondertussen al de derde locatie voor de hondenliefhebber en zijn baasjes. Maar ook hebben we een hele goede bestoning gegeven naar alles wat zwerfkatjes betreft. Zwerfkatjes Oudenburg werd recent omdoopt naar All for Cats Oudenburg, waarbij dat ook als stad onze nodige ondersteuning daarbij geven. Schepen Tahira Malik, we gaan er absoluut voor zorgen dat wij ook een sportieve stad zijn en blijven. We hebben ook een aantal investeringen voorzien in de sporthal, maar ook een bijkomend duiveltjesterrein die binnenkort wordt voorzien aan de sportcity in ons stadscentrum. Toeristische en culturele stad, dat is sowieso onze ambitie om Oudenburg op de kaart te zetten. En dat willen we inderdaad ook toeristisch gaan doen. Maar ook willen we als stad heel erg investeren in onze cultuur. We hebben daarvoor ook ondertussen de nodige subsidies binnengehaald. Met dank aan Schepen Stijn Jonkheren. Ook voor de vernieuwing van onze museum, maar ook voor heel wat andere culturele activiteiten. We zijn nog altijd een landbouwgemeente en een landbouwstad en we willen dat inderdaad ook op een landbouwvriendelijke manier zijn, waarbij dat we met onze medewerkers voor lokale economie ook willen werk maken van een landbouwvriendelijke stad. Ook daarin gaan we proberen een goed participatie te geven en een goede begeleiding te geven naar onze landbouwers. Een toegankelijke en tolerante stad, dat is Schepen van Horen, die daar echt wel aan de kar trekt, waarbij dat we inderdaad onze diensten zeer toegankelijk hebben gemaakt, maar ook voor zorgen dat het lokaal dienstencentrum zeer goed is uitgebouwd. Dat had een echt vliegende start gekregen in het najaar van 2019. Zoals iedereen weet was 2020 een heel moeilijk gegeven, maar we hebben sowieso de ambitie om daar een zeer mooi verhaal van te maken. En samen met een sociale stad, want we willen sowieso een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt en dat de mensen die de nodige ondersteuning verdienen, dat zij die ook krijgen. Maar bovenal willen we uiteraard een aangename stad zijn, een aangename stad om te wonen, om te vertoeven, om te sporten, om te genieten, waarin het altijd beleving is. En dat is ook onze titel van ons nieuw logo in onze stad Oudenburg, altijd beleving. Dan wil ik samen met u eventjes kort kijken nog wat dat we een heel concreet in petto hebben. De Abdijhoeve, dat kent u het verhaal. Daar was de bedoeling om inderdaad een nieuw stadhuis te gaan bouwen. Het kwam uiteindelijk neer op een investering van meer dan 7 miljoen euro. Dat zagen wij als nieuwe bestuursploeg niet zitten. Maar we wilden inderdaad wel de Abdijhoeve in ere herstellen. Daarom zijn we volop bezig met de restauratie van het historische deel. Daar krijgt ook een ceremoniezaal waar in de toekomst alle huwelijken zullen doorgaan, maar ook twee rekenzaken, een tea room, een ontbijthuisje, maar uiteraard ook een heuse bistro.
Daarnaast is ook de renovatie van de Arnolderszaal voorzien, die gebruikt wordt door heel veel verenigingen. En we willen dat echt wel ook het verenigingsleven optimaal ondersteunen met een goed aangepaste zaal. Ook het inrichting van het binnenplein wordt verder aangepakt, want het is echt wel een heel toffe, mooie site die het verdient van in al zijn glorie te staan. De verkoop van de hotelvleugel is ook voorzien. We hebben inderdaad heel goed nagedacht om te kijken welke bestemming dit we konden geven. We denken dat inderdaad daar een heel goede kantoorbestemming zou kunnen aankomen, die eigenlijk een goede polyvalente functie biedt met de renovatie van de andere delen. En daarom hebben we ook die hotelvleugel in de verkoop geplaatst, om met die middelen inderdaad ook te investeren in de site voor een volledig nieuw aangelegde parking. Het wordt namelijk een groene parking. We willen inderdaad wel dit gaan faciliteren, want dat is eigenlijk de lange termijn parking binnen onze stad. Maar we willen er geen betonnen of asfaltvlakte van maken. We gaan daar een heel mooi groen geheel van maken, die mooi aansluit bij de historische Abdijhoeve. Maar ook zijn er middelen inderdaad dan vrij om de renovatie van de Arnoldenzaal te gaan realiseren. Geen nieuw stadhuis van 7 miljoen euro, maar wel een heel beperkte investering in het nieuwe stadhuis, of het vernieuwde stadhuis beter gezegd. We gaan daar inderdaad een extra bureauruimte gaan creëren, maar ook de realisatie van een vergaderzaal. Ook onze diensten moeten uiteraard regelmatig de koppen bij elkaar steken om inderdaad te gaan overleggen over verschillende dossiers van onze stad. Maar ook regelmatig moeten andere partners worden uitgenodigd. Daar gaan we de faciliteiten voor creëren. Maar ook de ontharding van de omgeving. We hebben samen met Schepen Dumont bekeken om inderdaad het groene karakter rond de stadhuis te behouden. Maar er ook voor zorgen dat we inderdaad ruimte creëren naar een fietsenbergplaats die overdekt is. En ondertussen gaan we inderdaad een aantal zaken naar ontharding uitvoeren. Een nieuw welzijnshuis waar Schepen van Horen ongelooflijk veel werk en tijd en energie in steekt om dat helemaal op punten te zetten. En dat gaan we doen om alle diensten van het OCMW zelf in een volledig niveau te gaan onderbrengen op de site van der Heijden. Maar dat betekent uiteraard ook dat wij tijdelijk dienen te verhuizen. En daarom hebben we eigenlijk een mooie locatie in het centrum van onze stad voorzien in de Hoogstraat 13. Dat was ooit nog een kinderwinkel. Heeft ook een paar jaar gefungeerd als reisbureau. En zal dus nu vanaf 1 mei open gaan als het welzijnshuis voor onze stad. Oudenburg ruimte laten vernieuwen. En daarvoor heb je, dan moet ik eventjes technisch zijn, uiteraard ook ruimtelijke uitvoeringsplannen voor nodig. Wij gaan er heel wat maken voor Oudenburg. Rup de Kei is eigenlijk een reconversie-site. Dat is de site van het vroegere bedrijf De Meulenaar, die eigenlijk helemaal in het stadscentrum ligt, waarbij dat we inderdaad geen industrie wensen, maar absoluut ruimte willen creëren voor wonen, maar ook een aantal faciliteiten voor wat grotere winkels, zoals een do-it-zelfzaak. Er is ook vraag naar een fitnessruimte daar, dus we willen daar inderdaad een aantal verschillende zaken gaan combineren. Voornamelijk het stukje shopping, maar dichtbij een heel mooie woonzit te gaan creëren, die ook mee opgaat in een zeer natuurlijke omgeving. De site van Plassendalen willen we uitbouwen naar een echte toeristische, recreatieve site. Dat heeft bijzonder veel potentieel. We denken daar een beetje aan, als we naar Oostende kijken, heb je stenen. Wel, Plassendalen zou dat in de toekomst perfect kunnen zijn. En geen megalomaan project van meer dan 5 miljoen euro, waarbij dat er ooit plannen waren voor een jachthaven te gaan creëren. Daarvoor hebben we de centjes niet. En als we die centen al zouden hebben, die willen we dan wel degelijk investeren in onze inwoners zelf en niet in een jachthaven. Steengoed 2, ook ruimte om te ondernemen. En dat hebben we ook absoluut nodig. We hebben nu een 20-tal bedrijven in Steengoed 1. We willen dit graag gaan verdubbelen. En zijn er ondertussen ook mee gestart samen met de West-Vlaamse Intercommunale om daar een mooie uitbreiding aan te voorzien. En dan heel specifiek voor Roxham, een belangrijk gegeven. De site van de Kluiten hebben we eigenlijk al jarenlang een soort standstill situatie
waarin dat er enkel wat aan jetski wordt gedaan. Maar heel die site willen we samen met de provincie en samen met het studiebureau gaan bekijken om dit recreatief in te vullen, waar dat er verschillende sportmogelijkheden zijn. Het is een zeer mooie, toffe site. Maar het is absoluut nodig dat daar eigenlijk dat potentieel wordt benut. En daarom hebben we ook nu beslist met het college begin dit jaar om ook daarvoor het studiebureau aan te duiden om dat verder te gaan uitwerken. Het steedje van Oudenburg, daar is voornamelijk een soort verdichtingsverhaal. Als we ergens zouden verdichten, dan lijkt ons het allerbest dat in het stadscentrum zelf te zijn van Oudenburg. Dan gaan we ook ondertussen nakijken voor alle diensten van onze stad, als die op de juiste plaats zitten. En alles wordt inderdaad in een mooi perspectief geplaatst en geëvalueerd. We willen inderdaad heel wat werk maken van onze dorpen en dan komt Etlegem inderdaad ook aan de buurt. Voor Etlegem hebben we echt wel heel ambitieuze plannen. Er wordt werk gemaakt van een masterplan. We willen niet alles in kleine stukjes gaan kappen, maar eigenlijk een mooi geheel vormen waarin dat er inderdaad plaats is voor een nieuwe school. Het kerkgebouw wordt herbekeken hoe dat we dat kunnen gaan invullen. We krijgen dorpsteuntjes, veilige fietsinfrastructuur, een echte dorpsgeus, betaalbare woningen, groene omgeving, een polyvalente zaal. Dus heel veel uitdagingen. Wij zijn ondertussen daar al anderhalf jaar mee bezig met het participatieproject dat we zijn gestart in het najaar van 2019. We hebben nu samen met de provincie en Winvorm een wedstrijd uitgeschreven die geleid heeft tot één studiebureau. Een studiebureau die inderdaad er zal werk van maken, dat studiebureau Urbain. En heel binnenkort krijgen alle inwoners van Etlegem een briefkaart in de bus om mee hun ideeën vorm te geven. Het is voornamelijk een participatieproject waarin dat de Etlegemenaar zich op en top thuis moet voelen in hun dorp. En daar willen we samen met de inwoners van Etlegem werk van maken. Transformatie van de begraafplaatsen. En Roxham komt daar als eerste aan de beurt. En we hebben wel een heel mooie visie voor Roxham ontwikkeld. Want dat zal in de toekomst de meest groene begraafplaats zijn van Oudenburg. We hebben ook vandaag begraafplaatsen in Westkerk, Etlegem, Oudenburg en Roxham. Voor Roxham voorzien we inderdaad een hele ware metamorfose. Waarbij dat we een uitbreiding van de begraafplaats zien. Waar onder andere ook een sterretjesweide zou in plaats vinden. Maar voornamelijk een omgeving dat iedereen kan tot rust komen en ook op een waardige manier afscheid nemen van hun geliefden. Dit is voorzien in het najaar van 2021 gaan we van start om ergens klaar te zijn tegen november 2022. Toeristische impulsen, zoals ik dat straks zei, we hebben echt wel de ambitie om Oudenburg op de kaart te plaatsen. Daarom gaan we ook een aantal picknickplaatsen voorzien. Het geboortebos is daar één van voor Roxham, maar ook het bufferbekken gaan we inderdaad een zeer mooie invulling geven. We gaan dat samen met het polderbestuur doen, zodat we heel concrete afspraken maken om daar een mooi geheel van te maken, maar ook een toffe plaats om te picknicken. Toeristische hotspots willen we voorzien in onze stad. We hebben een aantal verschillende locaties daarvoor aangeduid. Maar we willen ook absoluut inzetten op een rustige stad met heel toffe fiets- en wandelroutes. En dat gaan we samen met Westtour realiseren. Daarvoor hebben we inderdaad voor het eerst ook in Oudenburg een echt toeristisch plan opgemaakt. Waarbij dat we ook onze lokale horeca optimaal gaan betrekken. Speelpleintjes in iedere deelgemeente. De Schepen van Jeugd, Romina van Loren, heeft daar ondertussen al heel wat stappen in de goede richting gezet om inderdaad de speelpleintjes te gaan optimaliseren. En we zijn eigenlijk helemaal afgestapt van het systeem van her en der één schommel of één webtoestel. We willen echt wel ervoor zorgen dat je echt wel heuse speelpleintjes creëert. En die heuse speelpleintjes is hier één voorbeeld van in het centrum van Oudenburg. Maar we hebben het uiteraard ook voorzien voor Roxham. Het geboortebos gaat ook inderdaad een make-over krijgen in de komende maanden.
Transformatie ook van zitten de tunnen, dat is ook ja, echt wel meer dan nodig dat we daar een aantal extra faciliteiten creëren voor de jeugd. Extra sportinfrastructuur. We gaan ervoor zorgen dat er inderdaad een omni-sportveld wordt aangelegd vlakbij onze sportsite in de Beekestraat. Een kunstgrasveld voor de duiventjes. Het is voor de eerste keer dat dat in Oudenburg zal zijn, een kunstgrasveld. En dat heeft uiteraard het voordeel dat dat heel intensief kan worden bespeeld. Een buiten fitnessparcours, dat is eigenlijk eerder voorzien voor het einde van deze legislatuur 2023-2024, maar ook een verdere modernisering en goed onderhoud van de sporthal, zoals een nieuw dak op de sporthal zelf. We willen ook de lokale economie gaan ondersteunen. En daarom hebben we inderdaad ook een city manager aangeworven in onze stad. Die moet ervoor zorgen dat er inderdaad een goede verbinding is tussen onze lokale handelaars, maar ook heel wat toffe acties op poten zetten voor onze inwoners zelf. We hebben hier een voorbeeld van de actie die vorig jaar een enorm succes was voor onze stad Oudenburg Zomert. Daar hebben we 500 goodiebags kunnen uitdelen, maar ook heel mooie prijzen voor de mensen die hebben deelgenomen aan de actie zelf. Thematische acties, daar willen we ook werk van maken. Heel recent was er de Valentijnsactie, waarbij dat er een inwoner van Roxen inderdaad een prachtig weekend zal krijgen in Fabuleux Destin, de droomboot die geregen is in Plassendalen. Maar we hebben op die manier ook ervoor kunnen zorgen dat er inderdaad heel veel hartverwarmende boodschappen waren voor heel veel verschillende mensen. Er waren meer dan 500 mensen in de wensboom, de Valentijnsboom, dat we geplaatst hebben aan de Abdijhoeve, aan het Abtsgebouw, beter gezegd. En dat was toch wel een prachtig succes. Er ook heel wat mooie gedichten hebben overgehouden van inwoners. Dus een heel hartverwarmende actie. Communicatieve ondersteuning, ook dat willen we gaan voor zorgen dat we inderdaad een goede communicatie hebben naar onze inwoners en de handelaars. Een aangepast parkeerbeleid, dat was een noodzaak voor bijvoorbeeld de Hoogstraat om daar te werken met een parkeerschijf voor het korte termijn parkeren, maar ook voor het lange termijn parkeren dat we gaan verder faciliteren aan de Abdijhoeve en de Sporthal. En ook op de markt kun je 3 uur gaan parkeren. Het is allemaal een gratis parkeerbeleid, uiteraard op voorwaarde dat u uw schijf niet vergeet. De digitale infoborden, die staan voor heel binnenkort op het programma. Tegen de zomer zouden we graag onze infoborden op een moderne manier gaan voorzien. Laten we zeggen dat die lichtkranten echt wel uit de tijd zijn en dat het tijd was voor vernieuwing en dat zal tegen de zomer een feit zijn. Maar ook een overlegforum met de handelaars zelf, waarbij dat we inderdaad kijken om goed te gaan overleggen over een aantal beleidsbeslissingen met onze lokale handelaars. Verkeersveiligheid. Ik heb dat straks al gezegd wat Schepen Dumont heeft kunnen realiseren in ons stadscentrum zelf. We hebben inderdaad een heuse fietszone kunnen creëren. Heel wat fietsstraten in ons dorp zelf. Maar ook het overleg met de agentschap Wegen en Verkeer. Dat is volop aan de gang om inderdaad fietssuggestiestroken te kunnen gaan voorzien op een aantal verschillende locaties. Aankoop van digitale verkeersborden en snelheidscontrole. Dus die hebben we ook kunnen verder gaan opvoeren. Want het is wel belangrijk natuurlijk, als je wilt een leefbare stad, een leefbaar dorp zijn, dat je ook ervoor zorgt dat die snelheid niet exuberant hoog oploopt. Duurzame gemeente, een gemeente voor de toekomst. Wij hebben ons ingeschreven op diverse klimaatprojecten in onze stad. Bijvoorbeeld gaan we ook een wonderwoudje creëren. Maar ook belangrijk voor Roxen wordt er inderdaad een heel mooi project samen met de jeugdvereniging georganiseerd. Dat is een heel mooi initiatief die wordt ondersteund door Schepen Van Hoorn en Schepen Dumont, waarbij dat we een SUGI-project hebben. En dat betekent dat wij eigenlijk samen met de organisatie midden naar Oudenburg hebben kunnen halen. Maar liefst €25.000 om een bos te creëren aan het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg zelf, in Oudenburg zelf. De aangeplante bomen en aangeplante bossen, die gaan we ook proberen
verder te voorzien voor in Takens. Is onze ambitie om op elke deelgemeente toch wel wat vergroening te kunnen gaan voorzien. En we hebben ook een ontgardingspremie. Een ontgardingspremie die gelijk staat aan de algemene belasting in onze stad. De algemene belasting dat we met 4% hebben kunnen laten dalen. Het bedrag vandaag 106 euro. En als u inderdaad uw voortuin ontgart met minstens 10 vierkante meter, dan wordt u 1 jaar eigenlijk vrijgesteld, want u krijgt dan die premie van 106 euro die gelijk staat met die algemene belasting. Onze ambitie is ook om die belasting nog wat verder te laten dalen naar het einde van de legislatuur, maar we kunnen dat natuurlijk maar geleidelijk aandoen. Ik heb u daar straks gezegd dat we inderdaad een heel grote schuldgraad hadden. Dat moet het eerste stukje gaan wegwerken. Maar onze ambitie is eigenlijk om 10% die algemene belasting te kunnen laten dalen tot bij het einde van deze legislatuur. En dan komen we natuurlijk aan het belangrijkste stuk voor jullie allemaal. Rokstem groeit en bloeit naar heel wat toekomstplannen voor Rokstem. En we hebben er vanavond voor u 10 voorzien. En de eerste daarbij is een nieuwe school in Rokstem. De school die er nu stond is ondertussen al grotendeels afgebroken. En daar gaat ook een nieuwe buitenschoolse kinderopvang worden voorzien. Dus dat is een heel mooi verhaal wat de buitenschoolse kinderopvang betreft. We hebben daar een prachtig participatieproject kunnen voorzien. Samen met de kerkfabriek van Rokstem. We zijn de kerkfabriek daarbij heel dankbaar dat we een goede oplossing hebben kunnen voorzien voor de woningen van de familie Van Eschem. Na heel constructieve gesprekken met de familie die billig geweest zijn in de verkoopprijs van de woningen, heeft de kerkfabriek inderdaad die woningen kunnen aankopen met de opbrengsten die zij hebben genereerd voor een nieuwe verkaveling van Daniels. En zij hebben inderdaad gekozen om die middelen niet zomaar te gaan oppotten, maar mee te gaan investeren in dit prachtig project die eigenlijk samen met de Vrije Basisschool wordt gecreëerd. En daardoor gaan we inderdaad binnen de nieuwe school er kunnen voor zorgen dat er eigenlijk een buitenschoolse kinderopvang in Rokstem zelf is. En dus dat is een heel nieuw verhaal waarbij dat er vroeger werd gekeken voor een centralisatie. Alles op één locatie in Oudenburg Centrum zelf. Wij vonden het geen goede oplossing. We vonden het heel belangrijk dat de kindjes zelf in hun vertrouwde omgeving kunnen worden opgevangen. Ook voor de ouders en de grootouders is dat een enorme meerwaarde dat je geen grote verplaatsingen dient te doen naar die kinderopvang. Maar het is voornamelijk een heel aangename manier om op een toffe nieuwe locatie dat te gaan kunnen invullen. En daarnaast hebben we uiteraard ook onze inwoners niet vergeten voor toch een mooie dorpshuis te gaan creëren, die ook een polyvalente functie heeft, waarbij dat, de kaarten daar hun intrek kunnen vinden, die de mogelijkheid voor de zondagvoormiddagopening, zoals in het verleden in het centrum het geval was, zal dat ook in het nieuwe dorpshuis kunnen. We hebben ook samen gekeken met de scholengroep om inderdaad een aangepaste architectuur, een lichte architectuur te hebben. Niet in betonsteen, maar in lichtkleurige gevelsteen. Waarbij dat er ook ruimte wordt gecreëerd voor wat vergroening daaromtrent. Dan gaan we naar de volgende slide. Ja. Zoals dat straks zei, Schepen van Oorden heeft er al heel wat werk gemaakt om inderdaad het geboortebos wat nieuw leven in te roepen. Om ervoor te zorgen dat er inderdaad een jaarlijkse activiteit opnieuw wordt georganiseerd. 2020 kon dit jammer genoeg niet, maar we gaan daar een inhaalbeweging voor maken. Dit jaar en zeker ook nog volgend jaar. Om ervoor te zorgen dat alle kindjes daar hun geboorteboom zeker hebben. De houten speeltoestellen die eigenlijk wel wat aftans waren, die worden vervangen. En we gaan ook daar een toffe picknickplaats van maken, samen met onze stad en Westtoer. Om ervoor te zorgen dat je bij een wandeling daar toch gezellig kunt plaatsnemen. Dat je, als de kinderen daar spelen in het geboortebos, dat de mama of papa of de oma of opa daarmee op de bank kunnen zitten en daar ook een gezellig hoekje hebben om daar te vertoeven. Ik denk dat dat een heel mooie invulling is voor Rokstem. Dat is een city die ook dat absoluut verdient. En dat gaan we zeker ook hebben, heel wat kindjes, want we hebben heel veel woonprojecten op
stapel staan. Een vrij groot woonproject is de Haverhoek. Dat is een realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel, die daar zowel huur- als koopwoningen zal voorzien. Dat is een de site die eigenlijk onmiddellijk achter de school of naast de school ligt. Er wordt ook gezorgd dat er daar een heel mooie ruimte is die aansluit bij de school, waarbij dat ook de kindjes daar op een toffe manier ook kunnen spelen. Maar ook een open verhaal, waarbij dat speelplein ook eigenlijk altijd beschikbaar is. Niet alleen voor de school, maar ook op buitenschoolse uren gaan de kinderen daar perfect gaan kunnen ravotten. We hebben ook gezorgd dat daar ook voldoende parkeergelegenheden is. We hebben gezien dat er een aantal projecten waren in Oudenburg, die dus inderdaad te weinig parkeerplaatsen hadden bij aanvang. Dat levert uiteraard dan problemen op, dus we hebben duidelijk gekozen om een aantal extra parkeerplaatsen binnen de verkaveling te gaan creëren, om geen extra druk op de omgeving te gaan leggen. En zoals u ziet op de tekening is daar heel veel werk gemaakt van het blauw-groene verhaal. Waarin dat je dus inderdaad een aantal wadis hebt in de lagere gedeelten. Heel wat groen, heel wat speelmogelijkheden. En er is ook gekeken naar de architectuur, dat het wel een samenhangend geheel is, maar wel ervoor zorgen dat toch wel de juiste kleurkeuzes worden gemaakt. Dus dat is een project die zal worden gerealiseerd. De start is voorzien in 2022, waarbij dat er inderdaad heel wat woningen zullen opgeleverd worden eind 2023, begin 2024. Er is ook een woonproject aan de Pastoriestraat. Dat is ook een project van Woonwel. Daar zijn er ook 7 koopwoningen voorzien. En daar heb je inderdaad ook opnieuw datzelfde verhaal, waarbij dat we toch wel voldoende parkeerplaatsen, zowel links als rechts van de verkaveling, voorzien. Dat we ook een heel mooie publieke ruimte hebben. Dat is de driehoek die eigenlijk onmiddellijk zal in relatie staan met de rest van de omgeving. Die ook bij een aantal activiteiten, waarbij dat, de Pastoriestraat bijvoorbeeld kan worden afgesloten. Want het is een vrij recent gegeven, waarbij dat Schepen van Oren heeft werk gemaakt van inderdaad de mogelijkheid om speelstraten of sneeuwstraten te gaan creëren. En eigenlijk is die Pastoriestraat leent zich daar zeer goed toe. Maar we gaan dat uiteraard niet zomaar doen. Dat is enkel en alleen in samenspraak met de inwoners, als een grote meerderheid van de straat opteert bijvoorbeeld om die straat in de zomer, gedurende de week bijvoorbeeld, een speelstraat van te maken. Dan kunnen we dat mee gaan faciliteren en hebben daar ook een reglement voor voorzien. Woonproject van Daniels, de Oude Brugseweg, in de eerste fase met 12 koopwoningen. Er komt een tweede fase nog nadien. We vonden het ook belangrijk om naast sociale woningen, die uiteraard zijn rol hebben, om ervoor te zorgen dat er heel wat private woningen kunnen gecreëerd worden. Mensen die inderdaad zelf nog willen bouwen, dat ze daar inderdaad de gelegenheid toe krijgen. En daardoor is ook het vrij grote project van Daniels voorzien. Dat is ook een van de eerste verkavelingen die goedgekeurd werd in Oudenburg, waarbij dat we ook de verplichting hebben opgelegd om inderdaad elektrische laadpalen te voorzien. Er wordt ook een elektrische laadpaal voorzien aan het begraafpark zelf van de Rochem. Ook eentje voor 2 wagens binnen in de verkaveling. En we hebben ook die lijn dan later doorgetrokken naar de andere vergunningen. Ook in de verkaveling aan de Pastoriestraat en de Haverhoek worden ook inderdaad onmiddellijk parkeerplaatsen voor elektrische wagens voorzien. Dus we denken sowieso vooruit. Het is ook belangrijk dat we dat nu doen. Op die manier doen is dat niet op kosten van de inwoners zelf, maar het zijn echt de projectontwikkelaars zelf die ertoe bijdragen dat dat mee kan gerealiseerd worden. Hier vindt u het voorbeeld van
De eerste 12 woningen die worden gerealiseerd, en die zijn voornamelijk op vraag van het stadsbestuur mee in de stijl van wat dat de meeste woningen langs die Oudebrugse weg zijn. En dus we vonden het belangrijk om daar toch wel geen trendbreuk te gaan creëren, maar wel in samenhang het geheel met de rest van de straat. Dus binnen in de verkaveling wordt inderdaad ook gezorgd dat het blijft bij een zachte mobiliteit. We creëren geen doorgangswijken. Het zijn allemaal wijken met doodlopende straten om inderdaad die mobiliteit en die verkeersveiligheid in de wijken zeker te kunnen garanderen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je, als je iets nieuws creëert, dat je onmiddellijk aan de leefbaarheid denkt en dat je ook ervoor zorgt dat er daar voldoende speelruimte is, maar ook heel wat groen binnen een heel mooi groen hoekje binnen die verkaveling. Een van de vragen die ook ongetwijfeld vanavond nog naar zal bovenkomen is de renovatie van de Brugse Steenweg. Daar zal vrij lang sprake van die renovatie van de Brugse Steenweg. Maar die is voorzien voor de start van het najaar 2024. En dat is eigenlijk 3 jaar later dan voorzien. En in eerste instantie was er voorzien om dit eind 2021 te realiseren. Maar bij het begin van de legislatuur heb ik samen met de schepen gekeken om inderdaad contact op te nemen met Fluvius om na te zien of die riolering van de Brugse Steenweg nog wel een hele tijd verder zou kunnen. En toen is eigenlijk de vaststelling geweest van Fluvius, ja, om te zeggen, ja, dat zal binnen de 10 jaar moeten worden vernieuwd. En dat zou natuurlijk wel bijzonder, bijzonder onlogisch zijn dat we gigantische investeringen doen in een nieuw wegdek, maar ook in een heuse fietsboulevard, want het wordt echt wel een fietsboulevard waarbij dat de breedte van het fietspad die oorspronkelijk op 1,20 meter lag, nu is uitgebreid naar 1,60 meter. Het worden dus echt zeer brede fietsstroken. Wat dat betreft gaan we in één beweging uiteraard ook gans het rioleringsstelsel van de Brugse Steenweg voorzien. En dat is eigenlijk vanaf de start, vanaf het huisnummer, als ik me niet vergis, is dat het huisnummer 120, die dan eigenlijk tot op de grens van Roxhem loopt, dus de grens van Roxhem en Zerkeghem. Ik denk dat het belangrijk is dat we als goede bestuurders dat in één beweging realiseren. Dat betekent ook dat we gaan ook een nieuwe verlichting krijgen. Dat zal helemaal verlicht worden, hans de Brugse Steenweg. Maar we kijken ook voor een goede verbinding naar de busgalte. Dus de busgalte die eigenlijk nu aan de voet van de Roxhemberg ligt, lijkt ons geen ideale plaats te zijn. Er is ook geen faciliteiten om te gaan schuilen tegen weer en wind. En daarom gaan we inderdaad een nieuwe busgalte voorzien ter hoogte van het huisnummer 124, waarin dat er ook op de middenberm een soort versmalling komt. Dit heeft ook het voordeel dat de snelheid op de N367, dus de Brugse Steenweg, op die manier ook zal getemperd worden. De bus zal dus ook op de rijweg blijven staan, waardoor dat je automatisch heel wat trager verkeer creëert. Het grote voordeel is ook voor Roxhem dat we om het half uur een fietsverbinding krijgen naar Brugge of richting Oostende, waarbij dat eigenlijk Westkerk het nieuwe knooppunt wordt om gemakkelijk op en af te stappen. Maar voor Roxhem, die inderdaad het grote voordeel is, tijdens de week een half uur fiets, half uur busverbinding en in het weekend om het uur. En dus dat zal een hele verbetering zijn, dat zal worden geïmplementeerd. Tegen eind dit jaar zal de communicatie gebeuren en dus vanaf januari van 2022 zal het ook effectief in de praktijk worden gebracht. Mobiliteit, hebben we daar straks al een paar keer over gehad. We willen echt wel werk maken van verkeersveiligheid. En verkeersveiligheid creëer je door voornamelijk aandacht te hebben voor trage verkeer voor de voetgangers en de fietsers. We hebben een studie aangevraagd bij de provincie West-Vlaanderen om inderdaad het bovenlokaal fietsroutenetwerk in kaart te brengen. Dat loopt een heel stuk over Roxhem.
Als u van Zerkenhem komt en u rijdt de Tuinenweg in, dan komt u zo op de Oude Brugseweg. En die Oude Brugseweg die tot aan de Vijfwegstraat loopt, die maakt deel uit van dat bovenlokaal fietsroutenetwerk. En daar gaan we ook proberen in samenspraak met de provincie dat verkeersveiliger te gaan maken. Dat is in ieder geval onze ambitie voor de Oude Brugseweg, maar ook de Zeeweg. Die is mee opgenomen in het project van veilige schoolomgevingen. Zoals u weet is eigenlijk de ruimte die wordt gecreëerd voor de school in Roxham. Nu zelf, wat betekent dat eigenlijk in Westkerken, de school van Westkerken verhuist naar de school in Roxham. We willen toch sowieso gebruik maken om daar een veilige verbinding van te maken naar Roxham zelf toe. Maar ook die zeeweg moeten we echt wel eventjes goed nakijken. Er is ook vandaag, zeker tijdens het sluiten en het openen van de school, toch wel een verkeersproblematiek en een parkeerproblematiek. Dus we hebben de ambitie om daar een oplossing aan te geven. Maar we willen er ook voor zorgen dat het op een veilige manier in de zeeweg zelf kan. Daar wordt nu verder werk gemaakt. De wijkcommissaris heeft ook ons een aantal ideeën gegeven. En dat wordt met Schepen van Oorn en Schepen Dumont nu verder uitgewerkt. Ook voor de Oude Brugseweg, zoals dat straks aanhaalde, de kinderen van Westkerken gaan naar Roxham naar school gaan. Ook dit willen we zeker gaan faciliteren om dat op een veilige manier te gaan voorzien. En daarom wordt ook gedacht aan fietssuggestiestroken te voorzien in die Oude Brugseweg, zodat je eigenlijk een veilige schoolroute creëert. Ik denk dat dat een mooi gegeven is, dat we op die manier ook het verkeer in die Oude Brugseweg, die soms wel snel kan oplopen. Sommige mensen denken toch wel dat dat ook gelijk is aan de Brugse Steenweg, maar het is wel denk ik de Oude Brugseweg. En in die Oude Brugseweg moet er wel werk gemaakt worden van een aangepaste snelheid. En dat zal ook de leefomgeving te goede komen en ook eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen op een veilige manier de weg op kan. De toekomst voor de kerk van Roxham. Het is zo dat het in het kerkbeleidsplan is te voorzien dat de sacrale functie minstens tot eind 2024 in de kerk blijft. Op dat moment wordt er eigenlijk samen met de kerkfabriek een evaluatie gemaakt en wordt ook nagekeken of er vanaf 2025 eventueel een andere invulling kan gegeven worden aan de kerk. We zijn de kerkfabriek van Roxham heel dankbaar dat wij inderdaad vanaf mei daar onze bloklocatie voor de studenten kunnen gaan voorzien. Ik denk dat dat absoluut een heel positief gegeven is. Wij hebben er werk van gemaakt vanaf 2019 om telkens een bloklocatie voor onze studenten te kunnen voorzien. Dat is een keer gebeurd in de sporthal, in het lokaal dienstencentrum voordat het open was, daarna ook in ipso facto. Maar uiteraard zijn de meeste locaties polyvalent en worden zij door heel veel verenigingen gebruikt. Is niet altijd evident om een effectieve locatie te voorzien. En we hebben kunnen in samenspraak met de kerkfabriek er kunnen voor zorgen dat het inderdaad een bloklocatie wordt. Een bloklocatie met alle sereniteit, met heel veel respect voor de bestaande omgeving, waarbij dat uiteraard de vieringen en plechtigheden gewaarborgd blijven in onze kerk. Dus dat wil ik toch wel een keer onderstrepen. Maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal dat we inderdaad die kerk ruimer kunnen gaan gebruiken dan het sacrale. En dat we inderdaad ook een echte goede locatie voor die studenten hebben. En dan kom ik aan het neem deel aan jouw dorp, de participatiemogelijkheden. We hebben inderdaad in het begin van deze legislatuur gekeken om een aantal participatiemogelijkheden te kunnen realiseren. De Café Parler van vandaag willen we minstens eenmaal per jaar organiseren. Dat kan ook uitgebreider zijn. De wijkraden kunnen zelf initiatieven nemen om samenkomsten of activiteiten te gaan organiseren. Dus wij hopen dat dat mee van onderuit komt, dat de Roxhamnaren zelf een aantal ideeën aanbrengen. En waar nodig is, zullen we inderdaad samen met de Roxhamnaars kijken om daar een goed participatiemoment te voorzien.
We willen daar goed in dialoog treden met al onze inwoners, luisteren naar de vragen, naar de suggestie, naar de wensen, maar ook daar ook een budget voor voorzien. We hebben ook inderdaad een participatiebudget voorzien en met ons nieuw bestuur. Wat betekent dat eigenlijk heel concreet? Het is participatie waarbij dat wij als stad voor een aantal ideeën vanuit de inwoners zelf een ondersteuning willen geven en dat doen we eigenlijk aan de hand van 1 euro voor 1 euro. Als de wijk samen een bepaald bedrag kan samenbrengen, en dat kan bijvoorbeeld zijn voor een nieuw extra speeltoestel, een soort aperitiefhoekje die wordt gecreëerd, iets die in het kader van verkeersveiligheid wordt gerealiseerd, dan gaan wij samen met de stad voor elk bedrag die wordt ingezameld, leggen we daar het evenveel bij met de stad. En dat heeft eigenlijk een dubbele functie. Op die manier kunnen we natuurlijk dit gebruiken als hefboom, kunnen we met het budget eigenlijk wat meer gaan spenderen. Maar het geeft ook het voordeel erbij als bijvoorbeeld op een bepaalde plaats een extra bank wordt voorzien, dat ook de bewoners van die omgeving ook mee zorgen dragen voor de faciliteiten die gecreëerd worden. Dus ik denk dat dat inderdaad een heel tof initiatief is, waarbij dat we ook zorgzaam omgaan met de middelen, dat we er ook voor zorgen dat de inbreng van de inwoners geoptimaliseerd wordt, maar dat we ook ervoor zorgen dat hetgene die wordt geïnvesteerd, dat dat ook voor lange termijn is. En ik denk dat dat mooie projecten kunnen zijn. We hebben ondertussen al één participatieproject achter de rug, en dat is eigenlijk een petankebaan in de Brede Voordewijk, dat is op de grens van Oudenburg en Zandvoorde, waarbij dat inderdaad de verschillende inwoners aan de hand van opbrengsten uit een barbecue mee hebben bijgedragen. En wij hebben dat met de stad gefaciliteerd door het aanleg en alle materialen daarvoor te voorzien. Dus uw ideeën zijn daaromtrent zeker welkom. Dus ik denk dat dat een mooi verhaal kan worden. Dan geef ik eigenlijk nu heel graag het woord aan Schepen Romina van Horen, die u eigenlijk een stukje toelichting zal geven over het vrijwilligerswerk, hoe dat kan worden voorzien. Ook wijkwerken in onze stad, maar straks zal zij ook samen met Sarah Bakkers eigenlijk alle vragen rond zorg mee proberen te beantwoorden. Romina van Horen, ik geef graag aan u het woord geven. Bedankt burgemeester, ook op mijn beurt. Goedenavond iedereen. Het is inderdaad zo, zoals dat burgemeester zegt, dat wij heel wat beleving in onze stad willen, maar ook in onze deelgemeenten. Nu, die beleving, het gaat over heel veel evenementen. We willen daar uiteraard heel veel helpende handen mee hebben. Dus we roepen ook op, stel dat je wil helpen bij een van die activiteiten, stel je dan zeker kandidaat als vrijwilliger in onze stad. Wij hebben daarvoor heel specifiek een vrijwilligerspunt opgericht. Dat is vrijwilligerspunt@oudenburg.be. En dat engagement kan eigenlijk over heel veel zaken gaan. Nu, tijdens de corona, zetten wij bijvoorbeeld in op een plustelefoon. Daarbij gaan wij eigenlijk heel actief onze senioren gaan opbellen met de vraag of er een zorgbehoefte is, of wij hen als stad kunnen gaan helpen. Maar uiteraard, eens die coronamaatregelen ook voorbij zullen zijn, en we hopen dat dat zo snel mogelijk allemaal zal zijn, kunnen we ook het lokaal dienstencentrum opnieuw gaan heropenen. En zoeken we ook voor die activiteiten heel wat helpende handen. Maar ook bij andere activiteiten, of bijvoorbeeld bij de werking van het Romeins Archeologisch Museum of bibliotheek, zijn alle handen welkom. Dus heb je interesse, stuur dan zeker een mailtje naar vrijwilligerspunt@oudenburg.be. Het is ook zo bovendien dat wij werken met het systeem van wijkwerken. Mensen kennen dat misschien eerder als de vroegere PWA-werking, waarbij dat er eigenlijk mensen die werkzoekende zijn, dat zij eigenlijk ook in onze stad actief kunnen worden als wijkwerker. Dat is mevrouw Bianca Dubois die daarvoor de verantwoordelijke is, maar ook daarvoor zoeken we eigenlijk zeker nog de mensen. De burgemeester heeft ook uitgelegd dat wij een volledige transitie ondergaan met de buitenschoolse kinderopvang, BKO, waarbij dat we niet enkel in de centrale gemeente Oudenburg, maar ook in de deelgemeenten deze legislatuur kinderopvang aanbieden. Dat gebeurt uiteraard met professioneel opgeleide
monitoren en kinderbegeleiders, maar uiteraard wordt dat aangevuld ook met een aantal vrijwilligers en wijkwerkers, zoals dat ook voor het geval was. Nu, het betekent uiteraard wel, op hoe meer locaties dat wij actief zijn, hoe meer helpende handen wij kunnen gebruiken. Dus stel, je bent werkzoekende en je zoekt effectief een mooie job om je traject verder te zetten, dan kunnen wij eigenlijk binnen ons stadsaanbod in de buitenschools, kinderopvang, in de groependienst of administratief bij andere diensten, daar zeker via het wijkwerksysteem antwoord op bieden. Tot slot heeft de burgemeester ook kort aangehaald dat wij sedert kort een zorgcoach hebben in onze stad. Het is eigenlijk de bedoeling dat de zorgcoach eigenlijk alle vragen rond zorg in onze stad behandelt, dat zij ook een antwoord vormt op eenzaamheid, maar ik zou haar vooral graag zelf aan het woord laten, dus ik geef graag het woord aan Sarah Bakkers om kort even toe te lichten wat de zorgcoach voor jullie allemaal kan betekenen. Goedenavond nog. Hallo, goedenavond. Dus ik stel mezelf graag even voor. Dus ik ben Sarah Bakkers en sinds oktober ben ik eigenlijk opgestart als zorgcoach in het lokaal dienstencentrum hier in Oudenburg. Mijn kerntaak is eigenlijk voornamelijk om samen met inwoners op zoek te gaan naar de best passende hulp of zorgverlening. Denk hierbij aan de advies omtrent, ja, ik ben op zoek achter poetshulp, maar ik weet eigenlijk niet waar dat ik moet beginnen, of ik merk dat mijn zorgbehoevende vader eigenlijk niet meer zo goed voor zichzelf kan zorgen. Wat kan er allemaal hier in Oudenburg gebeuren, zodanig dat het allemaal wat beter lukt om verder thuis te wonen? Dus zie je zelf eigenlijk het bos door de bomen eigenlijk niet meer, bijna alle zorgmogelijkheden hier in Oudenburg en omstreken. Of maak je zorgen om een buurtbewoner, dan mag je dat zeker altijd bij mij komen aanmelden. En dan ga ik eigenlijk samen altijd gaan kijken met de persoon in kwestie, als ook zijn omgeving, naar de best mogelijke oplossing. Jullie kunnen mij in contact geven zien staan op de dia natuurlijk. Maar heel belangrijk is ook dat ik altijd heel graag naar de mensen toekom. Natuurlijk nu met de corona is dat wat moeilijker. Maar sommige zorgvragen kan je nu eenmaal niet via de telefoon behandelen. En dan kom ik ook zeker met de nodige voorzorgsmaatregelen bij de mensen langs. Dankjewel, Sarah, voor uw toelichting. Ja, dan komen we op het belangrijkste avond, moment van de avond, beter gezegd. Het woord is aan jou. Misschien eventjes nog toelichten hoe dat je eigenlijk het best uw vragen kunt stellen. Je kunt eigenlijk het woord vragen door het handje op te steken. En het handje kun je inderdaad opsteken door het handje die op uw bureaublad staat, of als u een iPad heeft, helemaal onderaan bijvoorbeeld. En dan is eigenlijk de vraag om eventueel heel kort u voor te stellen, gewoon uw naam en waar u juist woont in Roxham. En op die manier leren we elkaar ook allemaal kennen, ook voor onze nieuwe inwoners van Roxham is dat uiteraard een belangrijk gegeven. We kijken allemaal heel erg uit naar jullie vragen en ik ga samen met het college proberen zoveel als mogelijk ook antwoord te geven op uw vragen. Dus ik zou zeggen, vuur maar af. Pieter te starten. Meestal is het zo dat het altijd een beetje moet loskomen, dat er automatisch wel een aantal vragen naar voren komen. Dat er ondertussen één iemand zijn hand heeft opgestoken. Ik ga eerst het woord geven aan Hilde de Reperen. Ja, dag burgemeester, dag iedereen, goedenavond. Ik heb eigenlijk meer dan één vraag, maar ik ga maar eentje beginnen en ik hoop dat de Larsa wel loskomt. Ik woon hier op de Brugse Zeeweg aan het Borsche Visteplein voor de mensen die mij niet kennen. En ik had eigenlijk een vraag in verband met de verschillende projecten, hoe die, of dat er daar plannen zijn. Dus men stelt van de wegen zullen allemaal
doodlopende straatjes zijn. Maar voor het fietsverkeer, voor voetgangers, zijn er daar verbindingen aan al die projecten voorzien? Ja, dankjewel voor uw heel interessante vraag, Hilde. Het is inderdaad zo dat wij absoluut werk willen maken van die verbindingen. Dus er zijn op vandaag 3 projecten, eentje van Daniels, 2 van Woonwel. De bedrijf Daniels is eigenlijk nog bezig met het ontwerp van een stukje verder uitbreiding. En we zijn eigenlijk ook van plan van samen met de stad om te kijken om die verbinding te maken tussen de verschillende plannen. Misschien dat er eventjes kan teruggekeken worden naar de plannen tussen de Pastoriestraat en de Haffenhoek. Ik ga die proberen aan te duiden op het plannetje zelf. Het idee is inderdaad om vanaf de Pastoriestraat een verbinding te kunnen maken naar de verschillende doorsteken. Dus u ziet aan uw rechterzijde, ten noorden ligt de Pastoriestraat en daar is eigenlijk de verkaveling van Woonwel, die eigenlijk een verbinding zou maken naar de verkaveling, de andere verkaveling van Woonwel die vlakbij de school is gelegen. Voor ons is het absoluut een prioriteit dat die verbinding er zou kunnen komen. Dat is hier in de doorsteek dat u ziet. Dus als u helemaal in het midden van de tekening kijkt, ziet u daar eigenlijk een doorsteek. Dan komt u bij die grond die op vandaag nog eigendom is van een privaat persoon. Wij zijn ondertussen met het college en met de ontwikkelaar in onderhandeling om dat inderdaad daar te kunnen realiseren, die doorsteek. En op die manier zal men deze verkaveling kunnen bereiken. Dat betekent ook dat iedereen die in de Pastoriestraat woont of wat hoger op in de Roxham, eigenlijk de makkelijke doorsteek kan maken naar de school zelf. We gaan niet onder stoelen of banken steken, dat eigenlijk onze bedoeling is dat we ooit eigenlijk de doorsteek vanaf de Pastoriestraat kunnen maken tot aan de Zeeweg zelf. Natuurlijk, ja, er zijn daar een aantal private eigenaars. Daar moeten nog wel wat onderhandelingen gevoerd worden. Maar ik ben wel van overtuigd dat dat op termijn zal lukken. In ieder geval gaan wij de 3 verkavelingen die er nu zijn, als alles goed verloopt, ook met elkaar kunnen verbinden. We zijn daar op goede weg. We zitten wel nog in een ontwerpfase daar verder van. Maar ik durf mij toch wel hard te maken dat als de overheid daar geen stokken in de wielen steekt, dat we daar inderdaad wel de kans gaan krijgen om dat netjes met elkaar te verbinden. Zowel voor voetgangers als fietsers. En het grote voordeel is dat je inderdaad als voetganger of fietser wel zal door kunnen, maar dan niet met de wagen. Dat zal ervoor zorgen dat er inderdaad ook een heel trage mobiliteit in de wijk wordt gecreëerd. Is dat een beetje antwoord op uw vraag, Hilde? Ja, blijkbaar waar. De volgende vraagsteller is meneer Verhaast, Frans Verhaast. Of Fernand Verhaast, beter gezegd. Fernand, aan u het woord. Meneer Verhaast, u mag gerust tussenkomen, maar we hadden wel waarschijnlijk uw microfoon dienen aan te steken. Ach, inderdaad, nu gaat het beter. Geen probleem. Ik kom dus in de Oude Brugse weg tussen Zeeweg en Westkerkse straat. Als we zien, zijn er heel wat projecten gaande. En wat mij eigenlijk interesseert is om een idee te hebben van de timing. Dus we hebben zowel de Haffelhoek, Pastoriestraat, Daniels. Maar bij ons ook begin van de Oude Brugse weg de Oosthoek, neem ik aan, tegen de Westkerkse straat. Die ook de verbinding ligt tussen de 2 scholen. Ik kan niet zeggen, het wordt een grote chantier. Maar heb je een idee van de globale timing en verloop van de diverse projecten? Ja, ik ga proberen
Uiteraard, wij zijn als stad de facilitator daarin. De uitvoering gebeurt door ofwel de sociale huisvestingsmaatschappij of door de private verkavelaar. Dus het is allemaal natuurlijk een beetje onder voorwaardelijke wijs, maar in de communicatie dat wij nu hebben doorgekregen, is in principe het eerste project waar het er gaat gebouwd worden. Dat zijn de woningen van Danaïs zelf. Dat zijn de woningen langs de Oude Brugseweg. Daar zitten we nu in een eindfase waarbij dat de aftakpunten en de huisvoorzieningen in die Oude Brugseweg zullen worden gerealiseerd. Dat zijn 12 woningen in een landelijke stijl. En ondertussen zal ook de wegniswerken van de achterliggende verkaveling worden uitgevoerd. Daarop aansluitend heb je eigenlijk iets die quasi gelijk zal lopen. Dat zijn de werken die gebeuren in de Pastoriestraat. Ook daarin zijn de nutsvoorziening, de aftakking nu gerealiseerd. En gaat inderdaad ook verder de werken kunnen starten in het najaar van dit jaar. Met daar de bedoeling om de eerste woningen te gaan kunnen bouwen in 2022. Met dan ook de opleveringen in 2023 te gaan voorzien. Voor wat de Haffelhoek betreft zal dit ongeveer 1 jaar later zijn. Daar zijn de werken voorzien. Een aantal nutswerken op het einde van dit jaar, maar eigenlijk de echte werken moet je ook rekening houden in 2022. Dat is een wat groter project die zeker 2 jaar in beslag zal nemen en die zal mee verlopen tot 2024. En dan tot slot op uw vraag te antwoorden wat de Oosthoek betreft. Dat is eigenlijk de verkaveling die gelegen is in Westkerken. Dit is een project die nog niet helemaal verhunt is. We hebben daar een positief advies met de stad over gegeven. Daar moet de provincie zich nog nu over gaan oordelen. Dat is een procedure die lopende is en die in de loop van de maand april en mei zal worden behandeld. Als dit inderdaad het vergunningstraject doorstaat, is ook daar eigenlijk de intentie om de nutsvoorziening in 22, de woningen vanaf 23 en de woningen vanaf 24 ook daar te kunnen voorzien. Was dat ongeveer het antwoord dat u verwachtte? Ja, inderdaad. En de Oosthoek is dan wel Westkerken. Dat is natuurlijk op 100 meter van Roxham. Maar dus daar zijn ze ook al aan het beginnen te bouwen. Dus de eerste rij langs straat staat er ook al. Ja, dus dat is eigenlijk een ander deel. Dat heeft niks te maken met het project van de sociale huisvestingmaatschappij. Dat is een private verkaveling die wordt verder uitgebreid. Dus u krijgt daar in dit stuk worden er eigenlijk 8 private woningen opgetrokken. Die dus inderdaad bij particulieren zelf terechtgekomen zijn. En daar zijn ze ondertussen nu inderdaad gestart. Maar het heeft niks te maken met het project van de huisvestingsmaatschappij Woonwaal. Oké, okay, zo, dank u. Alsjeblieft. Dan kijk ik uit naar het volgende handje. Meneer Verhaast, hebt u nog een vraag? Want ik zie dat uw handje nog opsteekt. Ik zie dat mevrouw Hilde de Reper nog een vraag heeft. Was dat dan straks al aangekondigd? Dat ze een paar vragen. Ja, inderdaad. Maar ik wou even inpikken op de vraag hier van meneer Verhaast. Want wat dat voor ons als bewoners natuurlijk wel belangrijk is, hè, je geeft hier een stukje die tijdlijn mee van die verschillende projecten. Maar de vraag is, naar de leefbaarheid voor de bewoners toe, dat dat niet te veel in elkaars vaarwater komt, zoals dat we het hier nu gehad hebben, Pastoriestraat die eventjes dicht lag, in samenspraak met dan een stuk aan Daniels, waar dan de werken nu nog bezig zijn, met dan alle soorten omleiding erbij die dan niet worden gerespecteerd. Ja, dat is nu nog maar een begin van die toestanden, maar ik kan mij voorstellen, eens dat dat hier op
kruissnelheid komt, dat dat niet altijd even evident is. Dus ik weet niet of dat stadsbestuur daar een beetje een bewaking in kan doen, van dat niet te wordt. Ik vind dat een heel terechte vraag. Wij moeten het inderdaad onderkennen dat heel wat werken nu de afgelopen maanden zijn samengevallen. Dat heeft te maken met eigenlijk een aantal grote werken in onze stad zelf. Dus twee grote werken in Oudenburg, een eindfase van de werken in Westkerken. En dan inderdaad de twee verkavelingen die dienden aan te sluiten op het openbaar net. Enerzijds in de Pastoriestraat en anderzijds in de Oude Brugseweg. Om even terug te komen naar de werken in Oudenburg. De grote werken in Oudenburg is een project van Aquafin. Dat zijn de projecten aan de Zandvoortebrug. Dat is een project die zal lopen over 2 jaar. Maar we hebben daar heel bewust gekozen om het te gaan opdelen in verschillende fases. We hebben daar eigenlijk in die fases 2 delen. Een eerste deel voor de nutsvoorzieningen. En een tweede deel voor de rioleringswerken. Dus dat betekent natuurlijk wel dat die werken daardoor wat langer duren, maar heeft wel het voordeel dat eigenlijk de taken die werken voor de mensen in een fase gebeuren van ongeveer een 2 tot 3 maanden. Dus niet zoals in de Westkerkse straat, dat de straat gedurende meer dan 2 jaar helemaal onderbroken is en dat er quasi geen verbinding mogelijk is. Hebben dat bewust opgedeeld in kleinere fases, maar die natuurlijk ook wel voor de nodige hinder zorgen. Dus we hadden dan ook het sluitstuk van het project van de Mandelwijk, waarin dat we inderdaad de leefbaarheid van die wijk helemaal hebben herbekeken. Dat we ook werk hebben gemaakt van doodlopende straatjes. Maar dat houdt natuurlijk ook in, als je wegenwerken hebt, dat je dan eigenlijk geen omleidingsroute niet meer hebt. Want dat was vroeger een omleidingsroute die eigenlijk door een woonwijk liep en die inderdaad vaak dan gebruikt werd. Die werken zelf zijn eigenlijk een verbinding tussen de verkaving aan de Belle Rochelaan en de Mandelwijk en daardoor moest de Etlegemse straat worden onderbroken. En tegelijkertijd was de vraagstelling binnengekomen voor de Pastoriestraat en de Oude Brugseweg. Voor de Oude Brugseweg had dat te maken met ook een stukje archeologische opgravingen die dienden te gebeuren. Dat daar moest een correspondentie zijn met de aannemer. En voor de Pastoriestraat had ook te maken met subsidieringen die op de juiste moment moeten kunnen worden toegepast. En daardoor liepen die 4 werken nu tegelijkertijd. We vonden dat ook geen goede zaak en we hebben toch ook geprobeerd om een alternatieve busverbinding via de shuttledienst te gaan voorzien. Maar we zijn ons heel goed van bewust dat dat eigenlijk niet voor herhaling vatbaar is. Dus dat dat inderdaad bij voorkeur niet allemaal tegelijk valt. We hopen inderdaad die grootste nutsvoorzieningen zijn achter de rug. Als je natuurlijk je grote verbindingswegen kunt intact houden. En dat is ook het positieve gegeven dat inderdaad niet aan de Brugsesteenweg zal gewerkt worden voor in 2024. Dat die Etlegemse straat in de komende 3 jaar zal worden gevrijwaard. Dat die Westkerkse straat in orde is. En dat betekent dat we toch wel die invalswegen kunnen garanderen van een vlot doorstromend verkeer. Maar we gaan sowieso telkens wanneer we het signaal krijgen van de aannemer zelf, en dat gaan we nog doen voor de 2 projecten van WoonWel, als we daar effectief gaan opstarten, gaan we ook nog nieuwe bewonersvergaderingen organiseren om dan inderdaad een concretere timing af te spreken. Want wij hangen nu heel dikwijls af van de ontwikkelaars. De ontwikkelaars die dat zonder slechte bedoelingen ook op hun beurt heel wat afhangen van subsidiering van de hogere overheid. Dus zij moeten soms, wij moeten dus wachten totdat zij groen licht hebben gekregen. En dan hebben zij een heel beperkte tijd om effectief ook die werken dan te gaan uitvoeren. Maar het is een terechte vraag, Hilde. Ik ga daar mijn best voor doen. Ik kan daar uiteraard geen
ongelooflijke beloftes over maken. Maar in ieder geval gaan we zeker kijken dat we op een goede manier kunnen jullie informeren. En u mag er wel zeker zijn dat we voor alleen de start in de Haffelhoek begint, dat we daar ook nog een bewonersvergadering gaan organiseren. Was dat voldoende voor uw vraag? Misschien ook nog één iets geven. We hebben dat in Oudenburg ook voor de Mandelwijk proberen op te lossen. Werken geven sowieso altijd gender. We kunnen dat niet van op aan. Dus het is sowieso dat dat gender oplevert. Maar we hebben daar een wijkwerker aangeduid. En die wijkwerker stond zeer, zeer dicht bij de bewoners zelf. Was eigenlijk ook elke week tijdens die wijkvergadering, tegen die wetvergaderingen ook aanwezig in de wijk. Heeft ervoor gezorgd dat hij alle adressen van de mensen goed had verzameld, dat hij kon via mail communiceren naar hen toe. En dat is toch wel tot vrij grote tevredenheid van de mensen zelf daarin geslaagd om een goede communicatie op te bouwen. We gaan dat ongetwijfeld ook voor andere projecten herhalen. Dan gaan we inderdaad ook kijken dat er daar ook een wijkwerker kan worden ingeschakeld om die communicatie mee te verzorgen. Ik zie dat ondertussen ook een vraag is binnengekomen van Pascal Hermin. Pascal, ik geef je graag het woord. Goedenavond iedereen. Mijn naam is dus Pascal Hermijn uit de Haspenslagstraat in Roxham. Meneer de burgemeester, ik vind het initiatief om van een begraafplaats een parkbegraafplaats te maken uitstekend. Ik ben daar grote voorstander van. Ik heb een drieledige vraag voor u. Eén, wie ontwerpt het plan van de parkbegraafplaats? Twee, wordt het ontwerp voorgesteld aan de bewoners? En drie, hebben de bewoners dan nog inspraak eventueel? Of kunnen ze nog ideeën aanbrengen om het plan te verbeteren? Dat zijn inderdaad zeer drie concrete vragen. We hebben inderdaad geopteerd om eerst naar de ontwerpfase, om daar eigenlijk met een student die landschapsarchitectuur heeft gevolgd, om hem daar de kans te geven om het eerste ontwerp te voorzien. Het is ook gekoppeld aan eigenlijk een evaluatie van de concessies die op de verschillende begraafplaatsen zijn. Het is zo dat sinds de fusie in 1976 er in Oudenburg nooit geen werk is gemaakt geweest van een evaluatie van die concessieovereenkomsten. Dus wij hebben dit nu gedaan voor het eerst. In 2020 was voornamelijk de begraafplaatsen in Roxham, maar ook een deel van Westkerken. Dat hebben wij eigenlijk alle verlopen concessies in kaart gebracht en ook heel wat bordjes op de begraafplaats geplaatst, om de mensen ervan in te lichten dat de concessie in principe verlopen was. Waarbij dat de mensen de gelegenheid krijgen om die concessie te vernieuwen. Of om ook bewust te zeggen, kijk, op mijn hoeft het niet vernieuwd te worden. Het is zo dat wij die begraafplaatsen die daarin vrijkomen, dat we daar gekozen hebben om die plaatsen te gaan vergroenen. Dus we gaan daar kijken om inderdaad in de, vooraan in het bestaande deel van het, de begraafplaats dit al te gaan realiseren. Een tweede fase bestaat erin om inderdaad het park heel wat te gaan uitbreiden. Zodoende dat we in feite ook daar stelselmatig de groenaanleg kunnen voorzien. Uw suggestie om daar eventueel een bewonersvergadering aan te wijden, vind ik heel positief. Ik stel inderdaad dan voor, moment dat het plan concreter en nogal wat meer vorm krijgt, voordat dat we dat afkloppen, inderdaad nog voor te stellen aan de inwoners van Roxham, maar eigenlijk ook aan alle mensen die geïnteresseerd zijn in Oudenburg, want de begraafplaats in Roxham zal inderdaad de meest polyvalente functie krijgen. Dus
Ook mensen met een andere geloofsovertuiging kunnen op die begraafplaats daar terecht. Ik heb daar ook al vermeld dat we een sterretjeswijding voorzien. Dus we gaan inderdaad kijken om dat zo uitgebreid mogelijk te gaan maken. En dat we dan eventueel op terugkomen in het najaar. Want de bordjes die er nu staan, die moeten daar minstens 1 jaar blijven staan. Zodat we dat juist in kaart kunnen brengen tegen november 2021. En dan is eigenlijk de bedoeling van vanaf december 2021 te werken, effectief te kunnen gaan opstarten voor Roxem. Dus het zou eigenlijk een ideaal moment zijn dat wij nog een keer samen met jullie als inwoners in september of oktober daar een moment van maken om de concrete invulling te voorzien. En waarin dat u zeker nog de suggestie krijgt om daar eventueel aanpassingen aan te doen. Als u daar ideeën of suggesties hebt, mag u dat ook al nu al meedelen. Dat kunnen we dan ook mee proberen te implementeren. Maar vooraleer dat we het plan definitief afkloppen, wil ik heel graag samen met jullie nog in overleg treden. Oké, bedankt voor uw antwoord, burgemeester. Dat is graag gedaan. Ik kijk uit naar een volgende vraag. We hadden inderdaad 100 minuten voor Roxem. U weet dat we elke dag 100% gaan voor Roxem. Ik was eigenlijk daar straks wel verheugd dat we dat perfect in timing hadden kunnen voorzien. We hebben inderdaad voorzien tussen 20 uur en 21 uur voor de toelichting. We hebben Sarah heeft kunnen afkloppen 1 minuutje voor 21 uur. Dus we zijn ondertussen 20 na 9, dus we hebben nog perfect 20 minuten om op heel wat vragen te antwoorden. Ik geloof dat meneer Koten een vraag heeft. He. Of Peter de Grande, als Peter aan het woord wil, mag u gerust tussenkomen, Peter. Goedenavond iedereen. Ik spreek met Petra de Grande in plaats van Peter. Ja, dag Petra. Ik had uw handje niet gezien, Petra. Sorry hoor. Geen probleem. Mijn vraag is eigenlijk een tijdje lopende en waar dat het onderzoek het mogelijkheid is dat er vaker een groenophaling gebeurt in Oudenburg algemeen dan te zien. Nu is dat 4 maal op een jaar, 2 keer voorjaar en 2 keer najaar. Dus die is nu al 1 maal geweest. Maar er zijn heel veel mensen die niet echt de mogelijkheid hebben om naar een containerpark te gaan met groenafval. Terwijl dat we toch wel, neem ik aan, een groene gemeente zijn. Terwijl dat de naastliggende gemeente, bijvoorbeeld Jabrike, dat iedere 14 dagen gebeurt. En dat toch wel... Ja, een meerwaarde kan zijn. Ja, als ik dan zie dat er mensen dat in een vuilzak steken, dat kan toch lijkt niet de bedoeling zijn. Hè? Nee. Inderdaad, dat klopt. Ik ga anders het woord geven aan Schepen Dumont, die daar al heel wat voorbereidend werk heeft ingeplaatst. Het is zo dat Jabeke is bij een ander intercommunale gevestigd, waarbij dat die intercommunale dat al voor een stukje faciliteert. Stad is aangesloten bij IVOO, die voor de huisvuilafvalverwerking zorgt. Wij hebben dat inderdaad ook aangekaart, want u stelt daar een terechte vraag. En die vraag is ook al van andere inwoners bij ons terechtgekomen. Maar de schepen heeft daar een aantal, schepen voor milieu, heeft er ondertussen een aantal stappen voor gezet. Natuurlijk, dit is niet altijd van dag op dag geïmplementeerbaar. Dat vergt wat tijd. Maar ik ga anders het woord graag geven aan schepen Dumont. Ja, dank u. Oké, goedenavond allemaal. Bedankt voor uw vraag. Het is zo dat inderdaad, zoals de burgemeester zegt, wij toebehoren tot de intercommunale IVOO. Het is zo dat wij eigenlijk al enkele jaren een viertal keren groen afval voorzien op te halen in onze stad. Dit wordt ook zo gecommuniceerd op de afvalkalender.
We hebben inderdaad ook al een paar opmerkingen gekregen van de inwoners om deze frequentie te verhogen. Maar op korte termijn zal dat niet direct haalbaar zijn. Waar we wel mee bezig zijn ook is voor GFT-ophaling, groente- en tuinafval. Dit om eigenlijk het afval in de huisvuilzak, zoals u zelf aanhaalt, te verminderen. We zijn daar al enkele maanden mee bezig, hoe we dit zouden kunnen organiseren. We hebben ook andere intercommunales bezocht, hoe zij dit organiseren. Maar om de kosten zo weinig mogelijk voor de inwoners op te drijven, zijn we eigenlijk gaan bekijken om de ophaling te voorzien met een GFT-zak die composteerbaar zou zijn. Dus in de komende maand zullen we ook deze piste verder uitwerken om de 14 dagen eigenlijk een GFT-ophaling te voorzien met een GFT-zak die composteerbaar is. Dit zal een proefperiode omvatten en we zullen kijken of dit positief onthaald wordt. En indien dit positief geëvalueerd wordt, zullen we dit ook dan verder organiseren. Om de frequentie echt van groen afval of snoeiafval, denk ik, is het dat je bedoelt, te verhogen. Dit staat momenteel niet direct op de agenda. Maar als er daar nog meer vraag voor is, zouden we eigenlijk dat misschien nog wel een keer beter kunnen bespreken en bekijken binnen de intercommunale. Ik hoop met dit antwoord u tot dienst te zijn geweest. Ja, dank u wel. Inderdaad. Goed om te horen dat er daar aan gewerkt wordt en dat er daar ook rekening mee gehouden wordt. Ik merk dat er hier ook geschreven wordt in verband met een compostvat. Dat is inderdaad heel interessant, want wij hebben ondertussen 2 compostvatten in de tuin staan. Echter is grasafval heel moeilijk te compenseren, bijna onmogelijk zelf. Vandaar dat ook die vraag kwam, omdat heel veel mensen met dat gras zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. We hebben een spanning gedaan eigenlijk vorig jaar om de compostvatten, de compostbakken enorm van prijs te verlagen. Dit om thuis te composteren te stimuleren. Maar inderdaad, grasafval eigenlijk composteert wel iets moeilijker. In de toekomst dan misschien in feite natuurlijk ook niet voor hele grote hoeveelheden, maar in verband met de GFT. Ophaling zou dan misschien kunnen een oplossing zijn om toch niet in de compostvak terecht te komen, het gras. Ja, wij hebben het momenteel zo ecologisch mogelijk opgelost en eigenlijk x aantal vierkante meter in de tuin vrijgelaten om het te kunnen drogen. Want composteren zelf is inderdaad bijna onmogelijk. En als je grote tuin hebt, om wekelijks dan naar een containerpark te rijden, dan kom je op een containerpark dan nog een keer terecht. Dat je moet op trappen gaan, dan niet altijd heel handig zijn. Vandaar dat eigenlijk de vraag kwam. Maar dank u wel voor de informatie en de toelichting. En we kijken uit naar de toekomst. Oké, ik zou nog 2 korte antwoorden willen geven. Inderdaad, het is natuurlijk ook als je grote terrein hebt om te maaien, eventueel te kijken om een muilskrasmaaier aan te schaffen. En in verband met het containerpark is het ook zo dat we een meerjarenplan, een budget voorzien hebben om het huidige recyclagepark te verhuizen naar de site van Steenvoet, het industrieterrein. En daar zullen we eigenlijk rekening houden, ook met uw opmerkingen, om eigenlijk het comfortabeler te bedienen van de containers van afval. Dat het niet meer nodig zou zijn in feite om langs de trap omhoog eigenlijk het afval of groenafval te deponeren. Dus eigenlijk is het de bedoeling om toch wel aan de wensen eigenlijk van onze inwoners te voldoen om ons recyclagepark te moderniseren. Ja, dat is een mooie vooruitzicht. Dank u wel. Oké, dank. Dank u wel, Schepen, voor uw antwoord. Dank u wel, Petra, voor uw vraagstelling. De volgende vraag, gaan we eventjes nakijken wie daar nog een volgende vraag heeft. Het was ook nog een vraag in verband met hoeveel fases er zijn van de firma Daneels.
De bestaat eigenlijk uit drie fases. In een eerste fase is nu die 12 woningen langs de Oude Brugseweg. Daarna is de insteek die wordt gemaakt via de Oude Brugseweg, zijn er 45 woningen. En dan is eigenlijk een laatste fase voorzien met een 28-tal tal woningen. Dus in totaal een goede 80 woningen die er op termijn zouden kunnen komen. En dat zal natuurlijk wel gefaseerd gaan. Zij voorzien eigenlijk een termijn van 5 à 6 jaar om de volledige verkaveling te gaan realiseren. Hilde had nog een bijkomende vraag, dacht ik. Hè? Ja, burgemeester, maar ik zou even, u had het daarnet over fietssuggestiestroken voor de Oude Brugseweg. Ik ga eventjes naar dat item gaan als ik mag, want dat is mij, dat komt mij een beetje raar over. U bedoelt met de fietssuggestiestrook dan eigenlijk een rode strook die wordt voorzien voor fietsers op de rijweg die nu ter huidig is. Dus met andere woorden, er zal geen bijkomend apart fietsstrook voorzien worden voor fietsers. Of hoe moet ik dat zien? Wat bedoel je met die fietssuggestiestrook? Als dat even kan verduidelijkt worden, alsjeblieft. Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk Hans Oudenburg in kaart gebracht om te kijken hoeveel fietspaden of waar dat wij fietspaden zouden kunnen leggen. De Vlaamse overheid is daar vrij streng in. Als je dus inderdaad fietsen wenst in een aparte bedding, moeten inderdaad een bepaalde breedte hebben. Moet je ook een grondstrook daartussen voorzien, tussen de rijweg en de fietsbedding zelf. En dus voor wat de Oude Brugseweg betreft, hebben we eigenlijk in Hans de Oude Brugseweg onvoldoende breedte. En als we de breedte zouden willen creëren, zoals dat de Vlaamse overheid dat oplegt, dan zouden er eigenlijk gigantische onttegeningen moeten gebeuren. En ik denk dat daar op vandaag niemand staat voor te springen om inderdaad grote delen van de voortuin te laten onttegenen. En daarom wordt inderdaad nu nagedacht over die fietssuggestiestroken. Er zijn er toch wel een aantal verschillende studies over gemaakt, waarbij dat ze dan in de toekomst niet in het rood zijn, maar in een soort beige kleur, die toch aan beide zijden vrij breed worden aangebracht, waardoor dat toch wel voor alle automobilisten het gevoel is van ja, eigenlijk hier kan ik niet snel rijden, of hier is het toch wel niet gewenst dat ik snel zou rijden. Hè. Dus dat is een ingreep, één die haalbaar is om te doen, ook financieel haalbaar is. Twee, die ervoor zorgt dat er inderdaad daar geen innemingen moeten gebeuren, dat er eigenlijk geen onttegeningen moeten zijn. En drie, die voornamelijk in termijn relatief snel kunnen worden gerealiseerd. En dus we willen ons sterk maken om het dossier in 2021 helemaal verder voor te bereiden. De aanvraag ook te doen bij de Vlaamse overheid, die voor 30% dat zal subsidiëren. De rest moet van de stad zelf uitkomen. En we proberen uiteraard altijd middelen binnen te krijgen van de hogere overheid. Voor wat de Oude Brugseweg betreft, het deel tussen Westkerke en Roxem is niet via de provincie subsidiabel, omdat het, de subsidie is voor de provincie enkel van toepassing voor het bovenlokale fietsroutenetwerk en niet voor het intern lokale verkeer. Dus daarom willen we absoluut gebruik maken van die subsidie van Vlaanderen, die voor 30% is voorzien. We willen inderdaad die trekkingsrechten binnenhalen. En het eerste idee is van inderdaad die fietssuggestiestrook te voorzien van Westkerken tot aan de Zeeweg.
En dan inderdaad ook, ook in die zeeweg, de verbinding tussen de Oude Brugseweg en de Brugse Steenweg, om ook daar een aantal faciliteiten te gaan creëren. Maar ja, hoe graag dat we het ook zouden hebben, Hilde, in een aparte bedding. Op gemeentewegen is dat in Oudenburg quasi nergens mogelijk. Er zal daar misschien één uitzondering op zijn. En dat zal misschien kunnen in Ettelheim, doordat we daar dat ook de grote omvang van de werken voor die Dorpstraat, moet dat nog bekeken worden of er daar wel een mogelijkheid is voor een aparte bedding te creëren. Maar op een aparte bedding zal inderdaad enkel en alleen kunnen voor ons in Oudenburg op de Westwegen, waarbij dat inderdaad die fietsboulevard dan is voorzien, die wat breder is dan in het oorspronkelijke ontwerp op vraag van de stad. Daar gaan we wel een helemaal aparte bedding, dus gaan we echt een breed fietspad hebben, een stukje groen en dan de wat versmalde rijweg voor de Brugse Steenweg, voornamelijk optisch versmald. De breedte van de Brugse Steenweg die blijft wel intact, maar de beleiding wordt een stukje aangepast zodoende dat iedereen toch ook wat getemperd is om zijn snelheid te matigen. Nee, dus ja, ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op uw vraag, Hilde. Ja, zeker. Dankjewel. En ik ga nog een kleine bijvraag stellen. Ik vind het fantastisch dat er een betere busverbinding naar Brugge komt. Want met mijn drie tieners in huis ga ik dat goed kunnen gebruiken. Alleen de plaats waarop dat de busstop voorzien is, nodigt uit als de bus daar stopt om... En er zijn snoodaards die dat durven doen. Er zijn er al die dat nu doen, om het straatje aan het Bolsjevistenplein, waar dat wij wonen, in te rijden, om die bus voorbij te gaan steken. Dus als die busstopper hier komt, zou dat toch een warme oproep zijn om daar, dat is maar een simpel paaltje, aan een van de uiteinden van dat Bolsjevistenplein te gaan zetten, zodanig dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. Ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Allee, ik wil dat eens bekijken. Als we daar dat kunnen voorzien, dat niet zo gemakkelijk inrijdbaar is. Het is ook zo dat we hebben ondertussen een studiebureau Lobelle gecontacteerd die het ontwerp heeft gemaakt voor de Vlaamse overheid voor de Brugse Steenweg om die bushalte voor ons te gaan ontwerpen. Want ja, het was inderdaad voorzien dat we inderdaad een bijkomende bushalte gaan creëren in Rochem. Maar wij zien het niet zitten als stad om te wachten tot 2024. En daarom heeft Schepen de Moen zelf erop aangedrongen om toch het budget daarvoor vrij te maken. En gaan we inderdaad daar een studiebureau nu kunnen voor aanduiden om die bushalte op een goede manier te gaan ontwikkelen. En zodoende dat die ook al kan ingericht worden binnen hier en een jaar. Dus, dat kan zeker dan, ik ga dat ook vragen aan het studiebureau, dat ze dat bekijken, dat we daar geen sluikverkeer krijgen in de Bolsjevistenplein. Ja, super, dankjewel. Mensen mogen uiteraard ook altijd vragen nog stellen in de chat. Ik had gezien, Hilde, dat je ook nog een vraagje had omtrent domein De Kluiten. Ja. Dus het sporthotel, er is daar heel lang sprake van geweest. Dat sporthotel kan inderdaad maar gerealiseerd worden als daar ook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor gemaakt is. Daar was er in het verleden nooit geen werk van gemaakt. We hebben nu de openbare opdracht uitgeschreven om inderdaad een studiebureau aan te duiden. Maar ondertussen is de eigenaar, de projectontwikkelaar zelf, die dus ja, nu geopteerd heeft om de site te gaan verkopen. Dus dat is Hoeve Dobbelaren. Die site is momenteel ook in optie. Er zijn daar een aantal verschillende kandidaten voor. En dat is in principe voornamelijk wordt er geïnformeerd voor daar padelterreinen te kunnen creëren met een clubhuis.
En dat is inderdaad nu, allee, die studies zijn aan de hand, de mensen zijn dat nu aan het ontwerpen. En wij willen dat inderdaad gaan mee faciliteren door dat ruimtelijk uitvoeringsplan te creëren. Want zonder dat ruimtelijk uitvoeringsplan kan er dus inderdaad geen omgevingsvergunning worden afgeleverd. En daar moet ook de provincie zijn zegje over doen. Dus, maar het sporthotel is eigenlijk van de baan of vandaag. Er was ook nog een vraag van mevrouw Lamothe, van Caroline Lamothe. Caroline, zegt u maar hoor. Ik ga misschien anders de vraag gaat erover dat op de begraafplaats in de Rochstem, de mensen die vooraan de begraafplaats zijn, duwen in de muur. Als deze zou kunnen verplaatst worden. En, het is inderdaad zo dat we daar een betere invulling in willen aangeven. Dat is nu wat, toch wel op een wat troosteloze manier ingericht. Dus dat zou zeggen dat dat echt wel voor verbetering vatbaar is. En dat is ook mee rekening gehouden in het ontwerp. Zoals dat meneer Hermin dat straks heeft gevraagd, gaan we dat ontwerp nu verder finaliseren en wil ik dat graag op terugkomen in september of oktober van dit jaar om dat plan samen met jullie in detail te gaan bekijken. Maar het is inderdaad zeker nodig om de plaats van de urnes om dat op een andere manier te gaan inrichten en beter te faciliteren. De mensen die wel intussen komen, dus gewoon inderdaad het handje opsteken, is het eenvoudigste. Op die manier kan ik inderdaad zien wie het handje opsteekt. Björn had ook nog een vraag, dacht ik. Hè? En dat gaat over een vraag omtrent de Brugse Steenweg. Als inderdaad die wordt heraangelegd, dat er misschien niet veel resterende parking zal zijn na het ontwikkelen van de Haverhoek. Dus, en of inderdaad ook de vraag is, ik zie dat inderdaad Björn zijn handje nu opsteekt. Björn, je mag gerust spreken hoor. Goedenavond. Inderdaad, ik had een vraag in verband met het parkeerproblematiek. Momenteel merk ik op langs de Brugse Steenweg dat er heel wat bezoekers hun auto parkeren door gebrek op de grasberm. Maar met de heraanleg van die nieuwe weg gaat dit verdwijnen voor de veilige fietspad. Waar ik me ook zorgen om maak is bij de aanleg van de Haffelhoek. Verdwijnen er in onze straat drie parkingen voor een inrit te maken naar de straat, maar er is geen compensatie en doordat aan de overzijde dan die fietspad komt, zullen die mensen zich waarschijnlijk verplaatsen naar de overzijde hun bezoek. Dus ik denk dat er in de toekomst een probleem gaat zijn voor parking op de Brugse Steenweg. Zowel dat stuk van aan het school tot aan Mercedes is er dan niet echt een parkeerstrook voor bezoekers. Elke inwoner moet voorzien in eigen parking, dus ja, elk huis heeft wel een parking, dus een oprit, maar er is nooit echt veel ruimte voor bezoekers. Mijn bezorgdheid is gewoon van, ja, elk haartje dat er mag zijn, had een lotje van de loterij zijn, ja, na verloop van tijd. Ja. Of dat er daar geen ruimte voor is, voor bij de heraanleg van de Brugse Steenweg toch enkele parkeerstroken over heel dat langs, die lengte. Ik wil het gerust wel nog een keer bepleiten bij het agentschap Wegen en Verkeer. Maar ik dien nu wel eerlijkheidshalve te zeggen, Björn, dat die kans niet zo groot is. Ja. Nee, want allee, het agentschap Wegen en Verkeer wil inderdaad zo weinig mogelijk insteken maken voor parkings. Omdat dat altijd een bepaalde gevaar oplevert ja, tuurlijk, om op te rijden op een gewestweg. Het zal natuurlijk geen echt niet voor een volledige oplossing zijn. Nu merk ik dat andere buren in die grasberm staan, maar als dat niet meer mogelijk is, waar gaan die mensen staan? Gewoon naar de overzijde. Maar in ons klein straatje is er niet veel parking, dat weet je ook zelf. Ja.
Ja, dat klopt. Wel, ik hoop dat de mensen inderdaad mee met Schepen van Oorn, maar inderdaad bepleit bij Woon wel, om meer parkeerplaatsen te voorzien. Hè. Dus het oorspronkelijke ontwerp was 1,2 parkeerplaatsen per woonentiteit. Hè. Dus we zitten nu ruim boven het anderhalf parkeerplaats per woonentiteit. En wat ook één is aan een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij, dat niet iedereen daar een wagen heeft. Hè. Dus ik hoop dat inderdaad daar toch wel voldoende parkeerplaatsen gaan zijn in de Haffenhoek. Dat is toch volgens de berekening die gemaakt zijn, is er daar wat overschot. En het zal er een beetje op aankomen om de mensen te sensibiliseren dat ze inderdaad ook daar kunnen parkeren. Dus ja, dat is denk ik de enige twee oplossingen die er zijn, Bjorn, denk ik. Ik ga het nog een keer bepleiten bij het agentschap Wegen en Verkeer. Maar ook ja, gaan we uiteraard wel die parkings van Woonwaan gaan wel ten goede komen, hoop ik. Ja. Dankjewel voor uw vraagstelling, hoor. Oké. Oké. Ik zie dat we ondertussen aan bijna 9:45 zitten. Zijn er nog vragen vanuit onze vergadering? Mensen die de vraag nu niet hebben kunnen stellen, die mogen altijd dat gerust laten weten via Messenger of via e-mailadres naar Oudenburg of burgemeester@oudenburg.be. Dus die kunnen ook na deze vergadering gerust nog bij mij terecht. Maar ik denk dat Hilde nog de slotvraag heeft voor vanavond. Ja, burgemeester, dank u wel. Het is eigenlijk een beetje een vraagje naar iedereen die hier eigenlijk deelneemt van Roxham aan deze vergadering. Want ik heb hier zo mooi in de presentatie zien staan wijkraad Roxham. Ik weet niet of dat meneer Dupont hier nog aanwezig is. Maar wie zit er hier eigenlijk allemaal in die wijkraad Roxham? Eigenlijk heb ik soms het gevoel van... Ja, we zijn daar te weinig bij betrokken als inwoners. Ik weet ook niet in hoeverre dat stadsbestuur daar zelf een ervaring kan doen om daar wat meer leven in de brouwerij te blazen. Of als er daar iemand anders iets over weet, graag. Wel, specifiek naar de wijkvergaderingen dat wij nu alleen hebben ontworpen naar die Café Parlees zelf, is voornamelijk dat we heel wat dichter bij de mensen zelf staan. Hè. Dus meneer Dupont, ik heb dat straks dat formaat, alleen kan jammer genoeg vandaag nu niet antwoorden, omdat hij niet beschikt over een microfoon op zijn computer. Het zal ongetwijfeld Hilde, het moment dat wij fysiek opnieuw kunnen samenkomen en wij krijgen binnen anderhalf jaar, tegen september 2022, gaan we ook een dorpshuis hebben in Roxham. Dan hebben we ook daar de perfecte locatie voor. Hoop ik dat we dat inderdaad op regelmatige basis kunnen doen. En we moeten inderdaad nooit geaarzeld worden om via een bepaald onderwerp daar een vraag voor te stellen om een dergelijke vergadering te gaan organiseren. Meneer Harmin heeft daar straks al de suggestie gedaan over de begraafplaatsen. Ik heb dat straks ook al zelf aangehaald dat wij nog op terugkomen op het moment dat de effectieve werken zullen starten van de Haffenhoek om daar ook de tijdsplanning met jullie te gaan delen. Zijn er al tussentijds zaken dat je zegt, ja, maar dat zou ik toch graag eventjes bespreken met de inwoners. Wij verkiezen in de tegenstelling tot het verleden, Hilde, om eigenlijk echt met heel open vergaderingen te gaan werken, waarbij dat eigenlijk iedereen is uitgenodigd. Hè. Dus niet om aparte groepjes nog te gaan vormen, maar inderdaad om dat zo breed als mogelijk te zien. Ja, dankjewel. En bij deze ook een warme oproep dan aan mensen die nog niet lang in Roxham wonen of jongere mensen, om daarmee de schouders onder te zetten. Hè? Ja, oké. Dat gaan we zeker proberen te doen. En dat is zeker een warme oproep naar iedereen om niet te aarzelen om initiatief te nemen. U weet dat wij daar als stadsbestuur zeker voor openstaan.
was ook nog een proficiat van meneer Koten aan ons stadsbestuur, dat wij inderdaad in Westkerken een proxy de Leize gaan kunnen realiseren. Dus we hebben onlangs met het stadsbestuur de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een proxy de Leize. Dat zal gevestigd worden in de Eerenhemse straat, vlak naast de vestiging van Kemel-Wallijn. Het was inderdaad ook een van de instekingen van ons stadsbestuur om ervoor te zorgen dat er wat meer faciliteiten waren naar het winkelen, ook naar broodwarenhuizen. U weet dat wij vorig jaar is inderdaad de winkelketen Oké geopend hier in Oudenburg, op de grens van Etlehem en Oudenburg. Dus volgend jaar zal Proxy de Leize er zijn. Voor Roxen wordt er gevraagd of er daar ook nog aan gedacht wordt. Natuurlijk, wij kunnen enkel en alleen als stad ondersteunen om een omgevingsvergunning af te leveren om of de bouwmogelijkheden te kunnen creëren. Er is daar één zitten die voor ons ook wenselijk zou zijn. En dat is de site waarin vandaag het benzinestation Wati is gevestigd. En daar willen we eigenlijk inderdaad werk van maken als stad om ook daar dat mee op te nemen in een later gemeentekruimte uitvoeringsplan om daar ook faciliteiten te creëren. Dat zal natuurlijk niet op korte termijn zijn en plus uiteraard, het moet dus wel een private investeerder zijn die daar wel iets in onderbrengen. Nee, dus het is niet de stad zelf die dat kan doen, maar wij gaan ook daar op die locatie wel de faciliteiten creëren, zodat in feite iemand die het aanvraagt, die omgevingsvergunning ook kan afgeleverd worden. Oké, als er geen vragen niet meer zijn, dan gaan wij deze hele toffe bijeenkomst beëindigen van het digitale Café Parler. Ik dank iedereen voor de zeer waardevolle inbreng, ook voor de zeer constructieve en positieve manier dat wij in dialoog kunnen zijn met elkaar. En ik wil namens het Voltallig Schepencollege jullie zeker van harte bedanken en horen jullie heel graag op een volgende gelegenheid. Dankjewel iedereen.